duizend jaar geleden was er hier vlakbij een voorvader van een Batavier met een simpele boerderij. Nu is dit een stukje land, een oase tussen steden. Het wordt bedreigd door de vooruitgang van heden. Er staat een oude boerderij midden in het groen. Het is gewoon fantastisch wat ze daar allemaal doen. Daar groeien struiken, maakt men wijn, men viert er feesten. En er zijn ook nog mogelijkheden om heel romantisch officieel in het huwelijk te treden. Maar op de zondagmiddag op het terras dan boffie, want dan is het druiventaart bij een lekker bakje koffie. Het was een oase van rust, de Vlaardingse Zuidbuurt. Welkom op de wijnboerderij van Joke Aartsen en Louise Holland. Ingeklemd tussen oprukkende woningbouw en asfalt wordt nog steeds wijn gemaakt en wijndruivensap. Toch is de Italiaans of Frans aandoende idylle ver te zoeken momenteel. De aanleg van de Blankenburgverbinding betekent herrie, gedreun, getril en stress bij de twee wijnboerinnen. In deze van eigen bodem gaan we op bezoek bij Joke en Louise, Zuidbuurt 40 in Vlaardingen. Ja, eind jaren 80 zijn we hier begonnen met de opbouw. En dat moest er rap, want in 90 stond er al een bruiloft genoteerd. Dus we moesten de hele troep wel op gaan ruimen. Nou, het was echt een enorme puinhoop toen we dat hier zo aantroffen. Onkruid tot heel hoog, tot zeker wel tot onze heupen. Dus ja, we hebben er maar een klein beetje van gemaakt. Het is nog niet helemaal zoals we het willen hebben, maar... Jullie komen allebei een beetje uit een wijngeslacht, hè? Joke, jij ook, hè? Nou, meer avontuur en zo, dat ligt mij. Joke drinkt meer, maar ik ben dronk. Ik ben echt opgegroeid tussen de wijnen. Je mag nooit de grootste afnemer worden van je eigen product, is mij verteld. Nee. Daar heb ik me aan kunnen houden. Is dat moeilijk? Was soms moeilijk, ja, maar daar ben ik gelukkig overheen. Ja, maar wat maken jullie eigenlijk hier? We maken van het wijngaardje achter maken we de druiven en sap. De wijngaardsap. Dat is wijngaardsap. Van druiven of ook van appels, peren, weet ik het niet? Nee, van de wijndruiven. En dat is zo uniek. Want als je normaal een druivensapje is al moeilijk te vinden in Nederland. Behalve dan in de pakken in de supermarkt. Maar als je ergens eens iets ziet, kleine flesjes of zo, streekproducten. Soms staat er 40% inhoud van de vruchten op. Als het een druivensapje was of zo. En dan denk je, nou, hoe kan dat nou? We hebben echt 100% sap van de rondodruif, de solarisdruif. Noem maar op, ongeveer 9 à 10 verschillende rassen. Die zitten allemaal alle rode bij elkaar en alle witte bij elkaar. En dat hebben we ook met de wijn zo gedaan. Dat is echt leuk streekproduct. Wist je dat er engelen bestaan? Die een paradijs verzorgen. Het is nu nog een paradijs, maar wat is het morgen? Dit paradijs verdwijnt niet, omdat men daar appeltjes eet. Dit paradijs verdwijnt, omdat men niet beter weet. De nieuwe snelweg A24 komt nog net niet door de wijngaard. Ze hebben het al tegen ons gezegd, het wordt geen pretje, dames, maar ja. Wat moet je? Ja, en die zware kranen, hè, dat komt steeds dichterbij. Dat merk je wel, hoor. Als die een beetje verschuiven, dan trilt het allemaal. Maar overdag hier werken, uitoefenen, dat zal niet meer gaan. Je moet oppassen dat je niet overspannen wordt ervan. Hè? Ja. Heel erg. Dus je moet echt leuke dingen gaan doen. Ja. En dat doen jullie ook wel? Te weinig. Ja. Ja. Moet nu echt meer gaan worden. Ja. Komen er nog leuke feestjes aan binnenkort hier? Nee, alleen we hebben nu wel iets meer tijd voor feestjes met vrienden. Dus het sociale leven pakken we wel een beetje op nu. Ja. Die steunen jullie ook natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. We gaan hier slopen en heien. U zult nog wat beleven. Dit paradijs, het zal gaan schudden en gaan beven. Dit oude gebouw van 500 jaar.
stort het in. Nou jammer dan, we passen het aan aan de nieuwe tijd en maken er een McDonald's van. Hey, we horen op de achtergrond de Hoekse Lijn. Ja, nou, die hebben 2 jaar niet gehoord. Nee. Dus toen was het helemaal stil. De Hollandtunnel, Louise Holland, naar jou vernoemd. Ja, leuk hè? Nou. Ik heb de champagne al klaar liggen. En je weet toch niet wat het gaat doen. Ze hebben alles berekend, zeggen ze. Maar uiteindelijk wat het gaat worden met de scheuren, die zitten er nu al heel veel. Maar ja, die scheuren die zijn nog verder gegaan. En met dat erge werk in het voorjaar moet het echt nog zeker erger worden. Dat kan ieder mens toch op zijn vingers natellen. Dit paradijs, het wordt een ander. Net een heerlijk sapje op. Heb ik deze op? Ja, ja, ja. Heb je er nog zin in? We gaan er nog eentje uit maken. Ja. Yo, doe eens gek. Nou, doe eens gek. Ik zou liever iets met alcohol willen. Ja. Nou, dan neem ik deze. Neem jij lekker die? Ja, en dat is geen bevinding. Dit is druivensap. Maar echt puur natuur. Puur natuur. Er zit niets anders in. Echt alleen maar de sap. En dat is van de wijndruiven. Dus dat is ook wel heel leuk. Nog beter omhoog. Kom even tussen jullie in staan, meiden. Hè? Want we hebben... Ja, dat heb ik weer. Hè? Goed dat we want je we zijn nou de hele middag al op pad met Louise en met Joke. Nou, ik heb echt 2 vriendinnen erbij hier in de Zuidbuurt. Ja, zeker. Je komt volgende week weer. Ik kom volgende week weer. Nou, je hoort het. Uit eigen buurt. Mag ik een glaasje, even een slokje nemen? Dan gaan we even die tannine proeven. Ja, en die fruitige tonen en die zuren. Goddelijk. Meid. Kijk, ik drink het als wijn. Zuidbuur 40 in Vlaardingen. Je bent altijd welkom. Delftland wijn. Delftland wijn. Ja. Lekker man.